De vraag van de week. Ik denk dat dat zeker voor oudere mensen een aardig probleem kan zijn. Maar ik denk dat, dat corona sowieso nog voorlopig een probleempje zal blijven. Of het nou warm is of niet. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Ik denk met name aan de oudere mensen onder ons. Die door warmte al thuis gekluisterd zijn en mogelijk uit angst voor corona al helemaal niet naar buiten komen. Vervolgens zitten ze thuis, de warmte, de hitte slaat toe, mensen drinken slecht en dat is voor ouderen heel gevaarlijk. Dus ik denk die combinatie hitte, corona, dat duidelijk is. Ik denk dat corona niet heel erg tegen hitte kan. Maar ik ben wel bang dat als corona terugkomt, zeg maar, dat de hitte erbij zit, dat er veel ouderen niet meer naar buiten gaan en dat er heel veel problemen zijn dan met ouderen. Ik ben het er wel een beetje mee eens. Ik denk dat het, zeker alle mensen die terugkomen op vakantie, veel mensen bij elkaar, dat een tweede coronagolf toch wel op de loer ligt, denk ik. Wat vind jij ervan, Noud? Ik ga een ijsje. Hij wil een ijsje, ja, nou, dat kan ook. Ja. Daar heb ik geen enkele ervaring mee. Zo, ik denk niet weten wat, of dat erger is of minder erg als met koud weer. Geen idee. Ja, ik ga er niet vanuit dat dat veel uitmaakt. Alhoewel mensen nu dus wel veel meer buiten zijn. Dat zal wel zo zijn. En als je niet aan de regels houdt, dan... Dan kan het wel problemen opleveren. Maar ik weet niet of nou echt warmte en corona, tenminste in mijn beleving, is dat niet een combinatie die zoveel extra coronagevallen zou geven. Moet ik daar dan op zeggen? Je flauw idee wat ik erop kan zeggen. Ik denk dat mensen gewoon verstandig moeten zijn en zoveel mogelijk binnen moeten blijven. Vanwege het warme weer, maar ook vanwege corona. En... Ja, het is niet verstandig om naar buiten te gaan en drukke plekken op te zoeken. Want ja, dat maakt het risico alleen maar groter dat je corona oploopt. En ja, het lijkt me niet verstandig om naar drukke plekken te gaan. Nou, ik maak me wel zorgen om de hitte sowieso, hè? Want het is sowieso voor ouderen is dat toch ook gevaarlijk. Dus daar zijn ook allerlei richtlijnen voor. En de combinatie met corona, nou, ik heb altijd begrepen dat juist de warmte goed is om coronavirus te bestrijden. Of het zo is, ik vraag me af, want je ziet in heel veel landen over de wereld heel veel coronagevallen, waar het ook heel erg heet is. Dus gelukkig ben ik daar geen deskundige in, maar de combinatie zie ik even niet. Ik weet niet, omdat ik denk dat meer mensen dan ook ziek worden of zo. Net zoals op het strand, dat er veel meer mensen komen. Ja, het komt denk ik gewoon door die drukte en zo. Ja, dat denk ik dan. Gewoon door strand en lekker weer en dat iedereen naar zand wordt en zo gaat. Nou, ik denk dat er wel een vorm van waarheid in zit. Ik dacht juist dat met hitte corona minder kans had. Kijk, hier hebben we al een meningsverschilletje.